bijzondere herinneringen. Ja, dat doet mij wel denken aan Omroep Brabant, ja. Markante momenten. Maar 1 januari 1995 stond deze hele snelweg onder water. Bastiaanse en Walen presenteren u 40 jaar geschiedenis van de Omroep. Want dan nam ik altijd de taart mee en dan hoopte ik eigenlijk dat als ik de taart zou hebben gegeven... Dat we jou dan zouden draaien. En van Brabant. En alleen al in Eindhoven stonden zo'n 5000 arbeidsplaatsen op de tocht. Elke zaterdag op Omroep Brabant.